dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit dus nu die video te editen. Heb ik de hele tijd rode lipstick op mijn tanden. Maar ik wil hem niet opnieuw opnemen, want het is wel mijn eerste... Het is een eerste reactievideo, dus ja, dit is wel mijn oprechte... reactie. Ik kijk dan weer. Ik moet gewoon geen rode lipstick meer opdoen als ik in een video ga opnemen. Maar sorry, ik ga hem niet opnieuw opnemen. Dus kijk er alsjeblieft even een beetje doorheen. Ik ben er weer met een video. Ja, jullie weten door alle omstandigheden die er gaande zijn. Revalidatie, voet, dat soort dingen. Is mijn uploadschema een beetje onregelmatig, maar ik probeer toch zo nu en dan een video te uploaden. En toen ik dit pakketje binnenkreeg, want jullie hebben het al in de titel kunnen zien, wilde ik dat per se op video uitpakken. Dus het ligt hier ook al echt 2 dagen zonder dat ik het heb opengemaakt. Wat ik best knap vind van mezelf, want dat ging me met die spullen van Shein niet lukken. Maar goed, deze video gaat over de... stempelset, de clear stamp set van Creachic. Die heb ik gekocht bij bol.com zoals je kan zien. En die ga ik nu met jullie samen uitpakken. Nou jongens, ik heb zoveel mogelijk alle filmpjes, foto's en weet ik veel wat voor dingen meer die ik ben tegengekomen. Heb ik geprobeerd te vermijden, want ik wilde gewoon echt zelf kijken. Dit is hem. Hoe leuk is dat? Heel erg leuk. Het is ook echt een heel mooi doosje. Ik ga even lezen. Speciaal voor gebruik in je journal of agenda maakte Creachic een collectie unieke handgetekende siliconen stempels. Deze set bevat 3 vellen van A5 formaat met meer dan 100 stempels. Wauw, echt veel. De transparante zelfklevende stempels zijn eenvoudig in gebruik. Je plaatst een afzonderlijke stempel op een doorzichtig acrylblok. Brengt hem met een stempelkussentje inkt of verf aan op de lijnen en drukt hem op het papier. Ze zijn eenvoudig te reinigen, het liefst met babydoekjes en dus herbruikbaar. Nou, dat is echt wel heel erg fijn. Ik ga eens eventjes kijken of ik hem open kan maken. Nou, het is me gelukt. Hij kan open. En dan ziet het er dus zo uit. Dat zijn 1, 2 en 3 vellen met stempels. En tot mijn grote... vreugde en verbazing zit er dus ook een acrylblok bij. Ik bedacht me net dat ik die nog niet had gepakt en dat ik dacht, waar heb ik die ook weer gelaten? Maar ze heeft hem er gewoon bij gedaan. Hoe fijn is dat? Ik ga ze even met jullie doornemen. Het zijn 3 vellen en ik ga ze stuk voor stuk even met jullie doornemen. Dit is de eerste die ik eruit pak en ik hoop dat je het zo goed kan zien. Dat zijn wat koffieachtige thema dingetjes. Hele leuke wereldbol die ook heel gaaf is. Een soort wolkje met een hartje erin. Een label waar je iets leuks op kan schrijven. Oh, een knijpertje. Dit is een washi tapeje denk ik. Ja, een washi tapeje. Hier een, hoe noem je dat? Zo'n klemmetje. Waterdruppels, ook heel leuk. Dit zijn de dagen van de week en ik vind het heel fijn dat ze in het Nederlands zijn. En wat ik dus ook heel leuk vind, dit is haar handschrift. Dit heeft ze allemaal zelf geschreven. Nog meer klemmetjes en punaises. Hier nog cijfers. Een van haar meisjes, een plantje. Nou, echt geweldig. Heel erg leuk. Dan gaan we verder met de volgende. Hier heb je weer zo'n bannetje. En die is dan horizontaal in plaats van verticaal. Dit lampje vind ik ook echt helemaal leuk.
een rugzakje, wat koffers. Dit is weer wat reisthema. Lijkt wel hier weer een glaasje frisdrank. Een croissantje volgens mij. Dan hebben we hier de maanden in afkorting. Wat soms ook gewoon handig is. Dan neemt het niet zoveel ruimte in beslag. Weer een van haar meisjes. Dit is volgens mij een lipstick. Theepotje is toch ook helemaal leuk. Een mooi plantje. Hey, en dit zijn leuk dingen die je gewoon bij teksten of bij plaatjes kan plakken. Ook heel erg leuk. En dan hebben we er nog een. En deze vind ik ook. Zitten ook wel echt hele leuke dingen tussen. Ik denk dat dit wel mijn favoriete meisje is die ze gemaakt heeft. Deze blaadjes vind ik ook heel erg leuk. Zo'n banner is altijd leuk. Oh, kijk nou. Een papieren vliegtuigje. Als je toch de maanden uitgeschreven wil, kan dat dus ook. Oh, en kijk jongens. Zien jullie hem? Die ga ik heel vaak gebruiken, denk ik. Een plantje onder een stolp, wat ook echt super leuk is. Hier weer wat cijfers, maar dan kleiner dan de eerste cijfers. Kan je het zien? Ja, deze zijn een stuk kleiner, dus dat is ook fijn. Dan kan je gewoon zelf bepalen wat je wil. Deze pijltjes zijn leuk als je ergens naartoe wil wijzen of iets dergelijks. En deze is natuurlijk ook erg leuk, zo'n camera. En dat zijn de kleerstamps. Ik vind ze echt super, super tof. En ik kan het natuurlijk niet laten om daar even mee te gaan spelen. Dus ik ga overschakelen naar de andere camera. En dan gaan we samen eens eventjes wat stempels uitproberen. Ik heb hier inkt om dat te doen. En ik heb ook wat kleurtjes inkt. Zodat we kunnen kijken of het ook leuk is om deze stempels in kleur te gebruiken. Wat ik wel denk natuurlijk. Maar ik ga er even een paar uitzoeken en dan zie ik jullie zo op de andere camera. Zo, ik ben even overgeschakeld naar de andere camera. En mocht het beeld een beetje bewegen, jullie staan nou eenmaal op een statief waar ik soms tegenaan tik. Daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Ik kan het op deze manier toch het beste opnemen, dus alvast sorry daarvoor. Ik heb even het kleerblok uitgepakt, want zoals je net zag was dit een beetje troebelaar. En dan, dat komt omdat er dan gewoon een soort beschermlaagje overheen zit. Die heb ik er even afgehaald. Ik heb hier mijn inktjes, niet alleen dekseltje meenemen, maar een potje, klaar liggen. En ik heb, zoals ze al zei, andersom, babydoekjes klaar liggen om ze te schoon te maken als ik ze gebruikt heb. En ik denk dat ik ga beginnen met mijn, wat ik net al zei, lievelingsmeisje. Dat is deze. En wat je dan doet is, ja, ze zitten nu nog heel netjes in een zakje. Dat ga ik eerst even openmaken. En dan zitten ze dus, dat zoals je hier kan zien, ze zitten op zo'n velletje en er zit als bescherming zo'n ander velletje achter. Dus die haal ik er nu even af. En als je ze dan zo hebt, dan kan je hem er heel makkelijk zo van afhalen. En dan zie je hier nog wat het is en waar die terug moet. En dan is er één gladde kant en één kant met ribbeltjes. En die kant met ribbeltjes wil je natuurlijk op je papier hebben. Dus dan moet je hem met de gladde kant op het blok plakken. Zo. En dan zit hij vast. Dan valt hij er niet vanaf. En dan kan je hem dus met de inkt die je hebt. In mijn geval heb ik deze bij AliExpress gekocht. Kun je hem gaan beinkten, om het maar zo te noemen. En dat doe je gewoon door die inkt. Ik heb de mijne al heel lang niet gebruikt, dus het moet een klein beetje weer geactiveerd. En ik zal proberen zo min mogelijk te wiebelen, jongens, maar dat lukt niet altijd even goed. Maar in ieder geval zit er nu
hopelijk voldoende inkt op. En wat je dan doet is, dan pak je je journal op waar je hem hebben wil. En dan kijk je gewoon. En doordat je dat blok hebt, kan je ook, en die puntjes, kan je ook kijken of je hem recht plakt, ja of nee. Echt super handig. En dan druk je hem eigenlijk gewoon zo op het papier. En dan haal je hem eraf. En dan ja, zie je in dit geval dat ik het niet helemaal goed heb gedaan. Want de arm is niet helemaal goed gepakt. Maar dat ligt echt aan mij en niet aan de stempels. En ik denk eerder nog dat het hier aan ligt. Omdat ik zeg, ik heb deze al een tijdje niet gebruikt. En dan moet die gewoon even geactiveerd worden. Maar kijk hoe gedetailleerd. En alsof je gewoon een tekening van Creachick in je journal hebt staan. Zo ontzettend leuk. Kijk die wangetjes ook. Ik ben hier heel erg blij mee. En wat je dan vervolgens doet. Oh, nou heb ik mijn doekjes zo te merken te lang open gelaten. Want ze zijn niet heel. Die hebben niet goed dicht gezeten. Maar goed. Je kan heel simpel. En zie je, dat gaat echt mega makkelijk. Kun je met die doekjes de inkt er weer afhalen. Dan kan je hem er weer afhalen van het blok. En dan plak je hem eigenlijk gewoon terug waar je hem vandaan had. Super leuk. Nou, ik ga even lekker stempelen. En jullie gaan wat dingetjes zien. Kleurinkt die ik heb geeft gewoon wel iets meer af en waardoor het iets minder makkelijk schoon te maken valt. Dus dan probeer ik hem altijd een beetje dubbel te doen en dan nog even goed in die naadjes te doen. Maar als dit gewoon opdroogt en je gaat de volgende keer met een andere kleur eroverheen, dan zie je daar niks meer van. Maar je ziet wel dat het gewoon met kleur altijd iets lastiger schoonmaken is. Ik heb ook even vrijdag, want het is vandaag vrijdag als ik dit opneem. En als het goed is, ook als dit online komt, gestempeld. En je ziet ook, je moet wel voorzichtig zijn dat je niet het blok er hard op duwt. Want dan gaat het vlekken. Sowieso ben ik lekker aan het vlekken, zie ik. Maar dat, ja, ik blijf gewoon een beetje onhandig met dit soort dingen. Maar evengoed vind ik het super leuk worden. Dan ga ik nu dit onwijs leuke theepotje stempelen. En dat ga ik ook weer even met een kleurtje doen. Kijk nou hoe gedetailleerd en hoe gaaf dat eruit komt. Dat is echt ongelooflijk. Iets dichterbij laten zien. Kijk. Heel erg tof. En als je het leuk vindt, kan je ze natuurlijk ook als een soort kleurplaatje gebruiken. En dan zou je dit ook nog helemaal kunnen inkleuren. Hoe leuk is dat? Dan ga ik nu nog even een maantje plakken. Of nou, plakken. Eerst hierop plakken en dan stempelen. Ik heb gekozen voor februari, omdat februari de maand is dat ik jarig ben. En ik vind dit wel een schattig kleurtje. Dus, en dit is een licht kleurtje. Kunnen we ook even kijken hoe dat uitpakt. Ja, dat wordt ook wel heel gaaf hoor. Zeker weten. Dit is een iets dikkere inkt. Dus je ziet het er een klein beetje bovenop liggen. Dus ik moet dit denk ik wel even heel goed laten drogen voordat dat goed komt. Maar ook met zo'n lichte kleur is het heel mooi gedetailleerd te zien. En dit is misschien, zo'n kleurtje is ook wel leuk om over een zwart papiertje of zo te plakken. Ik zeg iedere keer plakken, maar het is natuurlijk stempelen.
Dan wil ik jullie nog één ander ding laten zien. En dat ga ik even doen met dit klemmetje. En met dit prikkertje. Die ga ik er even allebei afhalen. Want dit is natuurlijk heel erg leuk om als je bijvoorbeeld ergens een... Ja, ik heb nu even geen plaatjes bij de hand. Dus in die zin kan ik het niet laten zien. Maar stel je hebt een leuk plaatje geplakt. En je hebt dus dit stempeltje. En je doet hier een beetje... Ik vind het dan wel mooi om dat in het zwart te doen. En je doet hier een beetje zwarte inkt op. En je doet zeg maar... Dat zo op dat plaatje stempelen. Dan heb je gewoon een klemmetje waarmee dat plaatje vastzit. Hoe leuk is dat? Voor dit prikkertje. Dat is natuurlijk ook leuk. En zeker als je hem dan een beetje schuin plakt. Want hé, je kan alle kanten op. En je doet daar een beetje inkt op. En dan heb je gewoon een heel leuk prikkertje. Waar je dus of een plaatje mee kan vastprikken. Of in dit geval dat je kan zeggen. Hé. Hier ben ik geweest. Nou is deze natuurlijk voor dat wereldbolletje wel een beetje te groot. Maar het idee snap je. En omdat je hem dus hier op kan plakken hoe je wil. Kan je ook zelf bepalen hoe schuin of hoe recht je hem wil hebben. Wat ik al zei. Je kan heel makkelijk er doorheen zien waar je iets, waar je iets plaatst. Zodat je ook door de rechte lijn van het blok... Heel goed kan zien of je iets recht plakt of niet. En als je dan net als ik niet zo heel goed kan handletteren. Is het natuurlijk wel leuk dat je iets geschreven in je journal hebt. Ik ben ontzettend blij met deze stempels. Laat hieronder weten of je hier nog een keer een video mee wil zien. En zo ja, wat voor video dan? Want dan kan ik hem voor jullie opnemen. Maar vooralsnog. Is dit voor mij een mooi moment om weer mijn journal erbij te pakken. En dit verder te gaan uitproberen en mooie dingen hiermee te gaan maken. Nou, zoals je kon zien ben ik mega blij met de stempels van Creachic. Ik vind ze echt allemaal echt leuk. Er is er eigenlijk geen één bij die ik niet leuk vind. Ik heb natuurlijk wel mijn favorieten, maar dat is logisch. Maar van de 100 stempels is er gewoon niet één waarvan ik denk, ja, die zal ik echt nooit gebruiken. Dus dat vind ik echt heel erg knap gedaan. Nogmaals, als jullie er nog ideeën bij hebben wat ik er voor video mee kan maken, laat het hieronder in de reactie achter. Dan ga ik daar zeker mee aan de slag. Ja, en zoals ik al zei, is dit voor mij een mooi moment om het journal er weer bij te pakken. Door de afgelopen maanden is er eigenlijk weinig van gekomen. En dat vind ik zonde, want ik vind het leuk om te doen. Dus ik zie dit gewoon als een aanleiding om er weer mee aan de gang te gaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe een duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer in een volgende vlog of video. Doei doei!